vallen over de hoeren. Nou, dat, dat viel in principe nog wel mee hoor, waar ik woonde. Dat moet ik ze eerlijk zeggen, dat had echt reuze meegevuld. Je verliest 3-0 vandaag. Heb je ooit zo'n kansloze wedstrijd gespeeld? Nou ja, kansloos. We krijgen wel gewoon de grootste kans op de 1-0, denk ik. Ja, die 14e minuut. Nou ja, en als die dan niet valt, dan krijg je het heel erg lastig. Ja, ik zag je onwijs boos zijn daarna. Ja. Ik bedoel, dan weet je, dat is het moment. Dit zijn de momentjes die je krijgt, ja. Die moet je benutten. Als je dit moment niet pakt, dan ga je nooit winnen van AZ. Waar ging het verder mis vandaag? Nou ja, we komen overal een beetje tussen te spelen. En dan, daar is AZ gewoon te goed voor. Ja. En hoe goed is Heerenveen? En dan wordt vooraf gezegd van, nou ja, dit was wel een wedstrijd tegen een club van een wat groter kaliber. Ja. Word je dus redelijk afgesminkt. Nou ja, als jij in principe, als je gewoon erg zwart-wit kijkt, dan verliezen we van Ajax en van AZ op dit moment. En dat is nog steeds gewoon geen schande. Nee. Alleen, dan is het alleen maar zonde dat we niet die 1-0 kunnen maken. Hoe is het verder met jou? Bij mij gaat het erg goed. Met u ook? Ja, zeker. De afgelopen week ging het hartstikke goed, toch? Ja, met mij gaat het gewoon erg goed. Ik voel me goed. Ik heb het naar mijn zin bij Heerenveen. Dus qua dat is het, ben ik erg tevreden. Ja, even los van deze wedstrijd, want waarom ben je naar Heerenveen gekomen? Ik kom dan namens Veronica en Zuid, Johan Derksen zei ook. Ja, ik zou nooit weggaan daar bij Sint-Pauli. Vallen over de hoeren. Nou, dan ga je toch nooit meer weg? Nee. Nee, maar het heimwee vond het te ver ik weg. Ik heb tegen Sint-Pauli gespeeld, maar daar struikel je over de hoeren daar. Ja, 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 ja. Ja, als je jong bent en vrijgezel. Ja, maar volgens mij is Henk... Als je hem s'avonds wast, is hij weer eens nieuw. Dat viel in principe nog wel mee, hoor, waar ik woonde. Dat moet ik ze eerlijk zeggen, dat had echt reuze meegevuld. Alleen ja, die coronatijd die heeft mij gewoon echt de das omgedaan bij Pauli. Dat was te veel voor mij. Maar je hebt de betreffende uitzending gezien, begrijp ik? Ja, ja. ik zat er live naar te kijken. Ja. Ja. Maar je moest er een stukje voor lopen, bedoel je? Het was niet in de buurt waar jij woont. Ik moest er zelfs een gigantisch stuk voor lopen. Maar je bent jong, je bent vrijgezel. Nee, toch? Ik ben zeker geen vrijgezel. Ik heb zelfs al een zoon. Oh, sorry? Ik heb zelfs al een zoon. Oh, je hebt zelf al een zoon. Oké, dan ben ik niet helemaal goed voorbereid. Nou, dat is oké, hoor. Corona, bij Heerenveen, jullie worden niet of nauwelijks getroffen, toch? Vooralsnog. Ja, nou, dat is waar. Dat is waar. Het Hoge Noorden. Ja. Het Hoge Noorden. Ik denk dat het hier te koud is voor corona. Nee, maar serieus, hoe denk je dat komt? Komt het aan jullie gedrag? Ik heb geen idee. Kijk, we hebben hier ook een aantal voorwaarden waar we ons allemaal best nog wel goed aan houden. En dat zal ongetwijfeld ook bij de rest van de clubs, dus daar zal het niet aan liggen. Maar ja, wij doen dat ook. En wij doen gewoon ons best. En tot nu toe hebben we geluk gehad. Ja. Maar hoe ga je zo meteen huis rijden samen met Joey Veerman in de auto? Of? Ja, je mag met de mondkap op, maar met z'n tweeën. Met z'n tweeën mag je mondkapje, dan is het gewoon veilig. Ja, ja. Maar verder, thuis is het dan zo dat je echt gewoon zo min mogelijk buiten komt? Of hoe is dat voor jou? Ja, in principe doen we gewoon geen gekke dingen. En je moet gewoon een beetje oppassen met veel mensen. Nou ja, dat doet iedereen, denk ik. Voor nog meer hoogtepunten, download onze Veronica Insight app.